De gemeente Wijchen gaat het illegaal bewonen van recreatiepark De Wijchenerhorst handhaven. Permanent wonen op het park staat niet in het bestemmingsplan en dus zal de gemeente handhaven voor alle personen die anders dan recreatief verblijven op het park. Het kan zijn dat hierdoor mensen uit huis gezet worden, maar de gemeente voelt zich hier niet verantwoordelijk voor. De verantwoordelijkheid voor het zoeken van een nieuw onderkomen voor de permanente bewoners ligt volgens de gemeente bij de woningeigenaren. De gemeente kan geen uitspraken doen over om hoeveel mensen het gaat of hoeveel mensen er illegaal op het park wonen. Ook weet de gemeente niet hoeveel arbeidsmigranten er op de Wijchenerhorst verblijven.